internet is de benaming voor het openbaar mondiale computernetwerk. De oorsprong ervan is terug te voeren tot ARPANET, dat de Verenigde Staten eind jaren 60 bouwden als militair netwerk en zich laten uitbreiden via Amerikaanse universiteiten. Inmiddels is het internet een wereldomspannend netwerk. Dit netwerk heeft de laatste decennia een flinke ontwikkeling doorgemaakt. Terwijl het internet, het fysieke netwerk, de verbindingen tussen computers, steeds groter en sneller wordt, wordt het World Wide Web, de interface, de webpagina's, steeds interactiever en slimmer. Eerst was het noodzakelijk om met de telefoonlijn in te bellen om informatieve webpagina's te raadplegen, die bovendien lang moesten inladen. Maar tegenwoordig is het gewoon om draadloos toegang te hebben tot snel internet met multimediale bronnen. De eerste consumentenversie van het World Wide Web wordt achteraf ook wel Web 1.0 genoemd. En kenmerkend voor dit Web 1.0 is dat gebruikers het internet alleen konden raadplegen. De grote vooruitgang van Web 2.0 was dat gebruikers, in plaats van consument, nu ook producent werden. Ze kregen de mogelijkheid om zelf informatie aan het internet toe te voegen en ze gingen actief aan de slag. Bijvoorbeeld door het uploaden van hun foto's, muziek, video's, gebruik van sociale media. Er ontstonden wikis, blogs, podcasts en nog veel meer. En met deze ontwikkelingen werd het internet ook interessant voor het onderwijs. Want ineens konden leerlingen hun werk delen met de rest van de wereld en stonden zij midden in de gemedialiseerde samenleving. De mogelijkheden van het World Wide Web blijven maar groeien en groeien. En hierdoor verandert de maatschappij. Bijvoorbeeld op het gebied van economie, overheid, gezondheidszorg en media. Door het opkomen van de online winkels sluiten bijvoorbeeld veel videotheken en muziekwinkels hun deuren omdat ze de concurrentie niet aankunnen. En steeds meer diensten die de overheid aanbiedt worden tegenwoordig digitaal afgehandeld, zowel voor de gewone burger als voor ondernemers. En menig potentieel patiënt raadpleegt tegenwoordig eerst zelf Wikipedia voordat hij naar de huisarts gaat om bevestiging te krijgen van zijn klachten. Ook op het gebied van media is flink wat veranderd, als je kijkt hoe nieuws zich tegenwoordig verspreidt, of hoe films en muziek worden gemaakt en gedeeld, hoe informatie wordt gevonden en hoe je bestookt wordt met al dan niet relevante reclames. De volgende fase, ook wel Web 3.0 genoemd, kenmerkt zich door personalisatie of semantiek. Dit semantische web kan betekenis geven aan woorden, waardoor unieke gebruikers een unieke ervaring krijgen. Sommige onderzoekers vinden dat dit een belofte blijft, terwijl anderen al wel kenmerken hiervan zien in het huidige web. Zo geeft Google bijvoorbeeld persoonlijke advertenties en zoekresultaten. Maar ook webwinkels zoals Amazon en bol.com geven aanbevelingen op basis van eerder koopgedrag. Een ander kenmerk van Web 3.0 is dat gebruikers informatie nauwelijks meer opslaan op fysieke apparaten zoals CD-ROM of USB, maar in de cloud. Tools en apps moeten vanaf ieder device te zijn raadplegen. En interactieve media wordt live gestreamd in HD. Deze ontwikkelingen betekenen ook dat je steeds meer persoonlijke informatie prijsgeeft op het internet. Zoals informatie over jouw financiën, gezondheid of sociale contacten. Verschillende bedrijven analyseren deze gegevens en proberen daarop in te spelen, bijvoorbeeld met reclames. En met deze datamining komt de privacy van de individuele burger flink onder druk te staan, want het is tegenwoordig bijna onmogelijk om het internet niet te gebruiken. Zoals altijd gaan de ontwikkelingen gestaag door en wordt er gekeken naar wat Web 4.0 zal gaan onderscheiden. Men spreekt ook wel van het internet der dingen, waarbij slimme apparaten met elkaar zullen communiceren zonder tussenkomst van mensen. Zoals bijvoorbeeld een smart koelkast die merkt dat de eieren op zijn en dit item plaatst in de boodschappen-app van je telefoon. Of de smart lamp of thermostaat die vanzelf aangaan wanneer ze doorkrijgen van de GPS in je smartwatch dat je bijna thuis bent. Natuurlijk is deze indeling in fases kunstmatig aangebracht. In werkelijkheid is het een continue doorontwikkeling van technologische mogelijkheden die bovendien ook nog eens allemaal door elkaar lopen. Hoe het internet zich in de toekomst precies ontwikkelt, blijft lastig om te voorspellen. Of, zoals William Gibson het al eens stelde, de toekomst is er al, hij is alleen nog niet eerlijk verdeeld.